Als met name zo'n professionele queue hier opgezet wordt van 's morgens vroeg, en het is nu middels 2 uur, ik noem maar wat, ja, dan moet er wat aan de hand zijn. Dan gaat het niet over een stukje blik. De politie en de explosieve opruimingsdienst zijn het hele gebied aan het uitkammen op zoek naar een mogelijk explosief. Vanmorgen vroeg vond een wandelaar een ontsteker in het bos, waarmee explosieven tot ontploffing worden gebracht. Ja, ik vind het best wel schokkend eigenlijk. Want het is best wel, ja, regelmatig lopen hier mensen te wandelen met kinderen, mensen met hondjes. Nou, niet fijn. Ik loop altijd hier met die hond. En dan, ik heb een andere hond, ik laat er gewoon los. Nou, wie weet loopt die daar in een boem. Ja. Dus wij gaan ook snel weg met de jongens, hè? Ik vind het niet zo erg eng. Zelfs de forensische opsporingsdienst is aanwezig. Omdat een eventueel explosief bewust geplaatst kan zijn, moet het gebied als een plaatsdelict worden beschouwd. Ik vind het geweldig, ik vind het hartstikke leuk. Vroeger ook een hoop munitie gevonden, dus ja, het ligt er hier vol mee. Ik zie politie lopen met van die stokjes, metaaldetectie. En, nou ja, ze zullen een hoop vinden, denk ik. Ja, we kwamen vanaf de andere kant en we zagen die lint. En, nou ja, even kijken natuurlijk. En, het liefst er onderdoor, maar dat ging niet, te veel politie.